Hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Vlog! Ja! We zijn lekker aan het ontbijten. What to wear, what to wear? Hola, lieve. Je bent toch niet kerstliedjes aan het zingen nou, hè? Je hebt je t-shirt verkeerd, man. Kids zijn aangekleed. Ik heb voor hun een werkje klaargelegd en een verhaaltje over creatiefkinderwerk.nl. En wij gaan eventjes een korte kerkdienst volgen via Shelter, waar Maarten's zus zang iets doet. Doe met je mond. Oh, als ik aan het praten ben met jou. Ja. Nog 20 seconden. En daar 8, is onze 2, Sanne. 5, 6, 5, 9, 1. Mooi schat. Yes. Oké, tweede ontbijt. Take two. Weet je wat grappig is? Dan ben je al je hele leven op zoek naar een goede shampoo. Waar je geen eczeem van krijgt op je handen. Maar ook die je vettige haar tegengaat, zeg maar. Waardoor je niet per se iedere dag je haren moet wassen. En dan kom je hier, random. En dan heb je een paar dagen geen eigen shampoo, omdat je die nog moet kopen. En dan pak je wat hier voorhanden is. En dan is dat gewoon het perfecte shampoo. Ik laat hem je zien. Dus, bedankt voor deze tip. En die ga ik dus nu weer halen. Het is wel Schwarzkopf. Ik weet niet of je dat in Nederland ook krijgt. En ik weet niet of ik de grens nog over mag. Mijn vader zei dat er nog best wat Nederlanders in Duitsland boodschappen komen doen. Misschien kan ik mijn zusje vragen om het in te staan. Dat is misschien wat makkelijker. Ik bedacht me net dat ik nog een halve bloemkool heb. Ik denk dat ik nog even op zoek ga naar wat groenten. En misschien heb ik nog wel een aardappel. En dan ga ik even een soepje maken voor de lunch of als het is 11:30. Bloemkool. Paprika. Maar ik heb ook pizzabodem gehaald van de week. Dus ik denk dat ik dit bewaar voor op de pizza. Ui. Tomaat. Aardappelen zijn op, dus dan zonder aardappel. Lia heeft even hulp nodig. Wat is dat, poepie? Wat moet ik helpen? Huh? Ik kan niet deze maken. En deze. Waarom is die kapot? Ik kan niet. Nou, een kwartier verder en mijn moeder heeft het. Dat is anders dan gas. Ik moet weer even wennen dat dat iets langer duurt. Daar komt ie. Lea dekt even de tafel. Of ze stopt weer. Lea, schat de bordjes nog. Ja? Wat heb je? Goed zo, schat. Je bent sterk. Wat heb je gemaakt? Zijn je? Dit. Ach, wat zijn ze aan het doen? Lekker buiten aan het eten. Lea, kijk eens. Mag je nog even de lepels en mesjes erbij doen? Dan gaat hier de bloemkool erin. Maroffeltjes erbij. Tomaat. Heel even. Water erbij. Bouillon. Ik heb nu kippenbouillon. Een kwartiertje koken. Afgieten. Pureren. Bloemkool, tomaten.
Eerst even de helft. Alles. Lekker bonbon erop. Een beetje geraspte kaas erop. Hoe vind je de soep, Lea? Lekker. Oh, en jij? Alleen met geraspte kaas. Ja. Geraspte. Ik vind het papa, ook lekker. Heerlijk? Heerlijk. Ja? Lekker. Dit zijn de gordijnen en kussensloopen en matrassozen die uit de was komen. Ga ik even opvouwen. En dan kunnen die ook de caravan in. Nadat we een laatste sopje hebben gegeven aan de caravan. En op den duur wil ik graag deze vervangen door een andere kleur. We zijn er ook over aan het praten om eventueel de caravan een likje verf te geven aan de binnenkant wit. Maar mijn vader en Rijn bijvoorbeeld, die timmermannen zijn, die verklaren me dan voor gek. Maar ja, dat doen we nu nog even niet. Nu zorgen we gewoon dat die functioneert en dat die schoon is. Maarten en ik hebben heel wat tijd in de caravan doorgebracht. We hebben bijna ieder kiertje nou schoon. We zijn niet klaar. En nu gaan wij pizza bereiken. Nou, het bakpapier zit hier al op. Lea knipt hem even open en kan ik het laten zien. Hoe doe je dit? Gewoon knippen, schat. Waarom kijk je zo serieus, Nick? Pas nog net erop. Het lijkt net een blaadje. In het midden, schat. Alles? Alles. Yes. Oké. Okay. Lea, jij mag het verspreiden, zachtjes. Overal tot in de hoekjes. Ik ga het weer halen. Ik ga even je mouw opstroppen, schat. Ik schrijf hem een beetje op. Alleen niet zo snel, jongens. Rustig, met beleid. Oh, ik doe een beetje meer aan. Zo. Goed zo, jongens. Oh, dat ruikt al lekker, hè? Goed zo. Kijk, het is een spelletje. Wie zegt dan dat het een spelletje is, schat? Doe eens je arm weg, deze, poepie. Zo. Nee, schat, niet hakken. Ik wil ook snijden. Jij mag zo ook snijden, schat. Zo, met die hand hou je hem vast. Met het kontje. Met die hand ga je. Ja. Ja. Goed zo. Dan mag ik de kleine doen. Hakken, zo. Tjing, 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 tjing. Nee. Met de punten scherpste. De punten scherpste. Kom op, ja? Snoepert. Nou, is die goed gekeurd? Ja. Dan gaat hij erin, hè? Kijken of de oven vol verwarmd is. Ja. Nog niet. Hoi. Lukt het? Ja. Wat ga je doen? Wauw, je kan van de grond eten.
Oh my goodness. Dat was echt vies, man. Ik had niet gedacht dat je dat zo schoon zou krijgen. Zeker. Oh, heerlijk. Nou, dat voelt al beter, schat. Thanks. Heb je die ook gedaan? What? What? Seriously? Oh, zie je? Ik wist dat ik jou dat moest laten doen. Oh, nice. Thanks. Heerlijk. Wat is dit hier? Wat zijn die gaatjes hier in een kring? Deze keukenonderdelen van de caravan even schoongemaakt. Alles is nat, dus ik mag niet... Oh, ik ben vergeten de deur te doen. Van de binnenkant. Buiten... Ja, binnenkant. Guys, dit ruikt zo lekker. Nog 2 minuutjes. Bye bye, koeien fly. Leuk dat je keek naar deze vlog en wellicht tot de volgende vlog. Doei. Doei. Bye.